Hey jongens, vandaag ga ik jullie laten zien alle wapens en geef ik ons een kleine demonstratie van elk wapen. We beginnen met een mes. Een handig voorwerp waarmee je iemand zijn strot kan doorsnijden. En heel makkelijk als je dierenhuiden wil hebben. Een scope wil ervoor. Handig wapen. Het is wel een sterk wapen. Krijgt hem in het verhaal, dus je moet gewoon even het verhaal spelen. En dan krijg je hem vanzelf. De eerste revolver of pistool of wapen die je krijgt in het spel is de Cattleman Revolver. En dat is een slap wapen, maar als je een goede headshotmaker bent, dan kill je er iedereen mee. Dan heb je nog de semi-automatic pistool. Hij klopt best wel goed. Hij heeft best wel veel power, niet heel veel. Schiet best wel snel achter elkaar. En het is best wel een handig wapen als je daarvan houdt. De verlenging pistool. Langzaam schietend wapen. Niet heel veel power, dus het is eigenlijk best wel slecht wapen. Is dood. De Lamar revolver. De sterkste revolver van allemaal. De muizenpistool. Snel schieten achter elkaar. Op de knop. De schietknop gewoon ingedrukt houden en hij schiet achter elkaar. De Double Action Revolver, de tweede sterkste gun. Schiet snel achter elkaar. Dat is een lekker wapen om mee te schieten, dus dat is een goed wapen. En dan de High Power Pistol. Het sterkste wapen die er is. Van de pistolen of revolvers. Hij schiet snel achter elkaar, zodat als je de hele tijd opnieuw indrukt de schietknop. En dat is een heel sterk wapen. Dus. Oké, dan gaan we bij de dingen die je kunt gooien. Je hebt natuurlijk je dynamiet. Je gooit hem en hij explodeert. Elk dier gaat er in één keer mee dood. Elk mens ook, als je van dichtbij gooit. Dan heb je nog de vuur, de bommen, de benzinebommen. Lekker als je iemand een lijn wil brengen. En dan heb je nog de throw knives, de gooimesjes. Zijn lekker als je stil iemand wil killen. Niemand anders hoort het van de bewakers. Als je een missie doet of iets anders. Dus je kan lekker iemand silent killen. Dan heb je nog de lasso. Makkelijk voorwerp als je iemand wil vastbinden. En dan de keel wil doorsnijden. Dan heb je nog je two handy friends. Je vuisten. Who do you think you are, mister? Daar is iemand. Ik ga hem lekker in elkaar slaan. Hier, lekkere man. This is gonna hurt. Get ready for a kicking and a licking. Waters. Oké, dan hebben we nog
De Henry Repeater. Sterk wapen, schiet best wel achter elkaar. Magazijn best wel groot. 12 in 1 magazijn. Dus het is een chill wapen. Hebben we nog de Repeater Carbine, de allereerste grote wapen. Slap wapen, maar hij is wel grappig. De Winchester Repeater. Winchester Repeater is een heel chill wapen. Niet heel sterk. En hij heeft 10 kogels in zijn magazijn. Dus. Hebben we nog de Springfield Rifle. Krijg je in het verhaal. Schiet heel lekker. Net een soort sniper. Je kan best wel makkelijk iemand in één keer doodschieten. Kijk. Een slachtoffer. Hij valt meteen achterover. De Bolt Action Rifle. Een heel sterk wapen. 5 kogels in één magazijn. In één keer is iemand dood. Dan komen we bij de Buffalo Rifle. De chillste wapen van allemaal. 1 beer, 1 schot, 1 keer dood. Paard dood. Paard dood. En paard dood. Ja, deze wapen is echt super sterk. Sterkste wapen van het hele spel met de sniper. Dan heb je nog Never take de Average Repeater. Half sterk. Het wapen heeft 22 kogels in zijn magazijn. Dus als je één iemand echt wil laten lijden, moet je dit wapen nemen. Nou komen we bij de snipers. De Caracano Rifle. De beste sniper die er is. Dan heb je nog de Roland Brock Rifle. Nog een sniper. Is ook wel sterk, maar de Caracano Rifle is toch iets sterker. Dan hebben we nog de semi-automatic shotgun. Te koop in Mexico. In een winkel bij Chupa Rosa, volgens mij. Of bij de president. Dan heb je nog de double barrel shotgun. Chiller shotgun als je 2 kogels maar in één keer wil schieten. Kijk als ik even iemand kan vinden. Gaan we lekker de bar in. Dood. Medicijntje. Zo. Dan komen we bij de Pump Action Shotgun. Shotgun, je schiet, je reload. 6 kogels in 1 magazijn. Chill wapen. Het kan handig zijn als je van dichtbij iemand wil killen, want shotguns zijn vooral heel sterk van dichtbij. Kom dood. Dan hebben we nog de laatste en een hele chille die ook op de voorkant van dit spel staat. De Ranger. De sawed-off shotgun. Dit wapen schiet ook 2 kogels in 1 keer en is best wel sterk. En dan komen we weer terug bij de mes. En dat was dus alles. Dus